Snapchat gevraagd dat jullie vragen wilden insturen. En dat hebben jullie gedaan. En die ga ik nu weer antwoorden. Want ik wil graag een Q&A doen. Maar ik toch soms wel wat vragen krijg. En dan dacht ik, is het leuk om ineens nog eens een Snapchat Q&A te doen. Ik weet dat ik dat nog niet zo heel lang geleden heb gedaan. Maar ik denk dat jullie dat niet zo erg vinden. Dus laten we maar snel beginnen. Deze is van Kiona. Oh, oké. Er stond dus, waarom ben je met YouTube begonnen? Ik ben dus met YouTube begonnen en deze vragen heb ik echt al super vaak beantwoord, maar ik zal het nog eens doen. Omdat ik bij andere mensen filmpjes zag en ik vond dat het zo leuk eruit zag. En ja, ik wou dat ook doen. Dus ik heb gewoon de eerste beste camera gepakt hier in huis. Een kaartje voor erin te steken en ik ben een video beginnen maken. Ik heb het dan op YouTube gegooid en het is dus blijkbaar een succes geworden. Dan Flore X. Hey Floor, mijn reis, welke video op je YouTube kanaal ben je het meest trots? Kusjes, Floor. Oh, de video waar ik het meest trots op ben. Misschien toch wel mijn video van mijn unboxing van Beautiness, waarbij ik dus een babylips heb gewonnen. Deze video heeft al 92.000 weergaven en het is misschien niet een goed ineengestoken video of zo, maar het is wel een heel veel bekeken video. En ik krijg er nog steeds elke dag comments op. Dus daar ben ik misschien wel een beetje trots op dat het ooit zoveel views heeft gehad. En ik weet dat het ook misschien een beetje komt en met haar naam in de titel staat. Maar daar ben ik wel trots op. En dan ook gewoon, ja, soms ben ik echt op video's. Mijn eerste video die ik bewerkt heb met Final Cut Pro, daar ben ik ook heel trots op. Omdat ik dat vond dat ik dat toen ook heel goed gedaan had. Dus daar ben ik eigenlijk ook wel trots op. En dat is trouwens Collective Hall. Als je die graag wilt terugzien ofzo. De derde is van Olivia. Wat vind je van de nieuwe Babylips Balm Blush? Vraagt zij in de foto. Ik heb die eigenlijk niet. Dus ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik ervan moet vinden of over moet denken. Dus daar kan ik eigenlijk geen antwoord op geven. Marie Permans. Hey Floor, ik heb een vraag voor jou. Hoeveel paar schoenen heb je? Groetjes, kusjes, Marie. Hoeveel paar schoenen heb ik? Echt zo, schoenen die ik veel aandoe zijn 2. En dat zijn Adidas Superstars. Dat zijn zo die witte Adidas'en die iedereen wel kent. En nog zo zwarte, een beetje echt sportschoenachtige van Adidas. Maar die hebben zo in plaats van een zwart labeltje van echter goud. En dat vind ik echt heel mooi. Dus die draag ik ook heel veel. Dan heb ik ook nog zo'n soort Porto Knights. Ik heb ook nog slippers. Sandaaltjes en zo. Dus pakt weg 6 of 7 paar schoenen. Niet zo heel, heel veel. Lieke. Ik heb een vraag voor je Snapchat Q&A. Wat vind je het allerleukste dit aan YouTube? Het allerleukste wat ik aan YouTube vind is dat je gewoon jezelf kan zijn. Je eigen draai kan geven aan je video's. Je persoonlijkheid helemaal uiten. Dat je gewoon echt jezelf kan zijn. En alles wat jij wil, kan je. Je kan ook beslissen wat jij. Ja, dus jij beslist wat er op YouTube komt en zo, dus dat vind ik wel heel erg leuk. Een scheetwater of glitterboeren? Vraagt Ruth Unicorn XD. Ik zou graag dan glitterboeren. Dat zou echt wel cool zijn. Niet elke uur een scheetwater. Marie Hartje Lolly Bliksem vraagt. Hey Flo, mijn vraag voor jou Snapchat Q&A is, wat is jouw lievelingsliedje? Kusjes. Mijn lievelingsliedje. Op deze moment is het, ik vind Broken Arrows, denk ik, als je het zo uitspreekt, van Avicii, een heel mooi liedje. Nog één, en dat is Faded van Ellen Walker of zoiets, denk ik. En als je het niet moet kennen, dat is dus deze. Ja, het is van Ellen Walker. Jezus. Dus dat zijn eigenlijk zo op deze moment een beetje mijn lievelingsliedjes. Renatatje XXXXX vraagt. Jammer vinden en dat ga ik ook op mijn kanaal, weet je, jij stopt, ik ook.
dat is zo lief. Maar dus haar vraag was, zou je graag een week doorgaan zonder je tanden te poetsen of je haar te wassen? En dan ga ik toch kiezen om een week mijn haar niet te wassen. En dan Maral underscore lovies underscore x vraagt. Hey Floor, als je moest kiezen tussen altijd met natte sokken rondlopen of altijd je tanden met mosterd poetsen, wat zou je dan kiezen? Oh, altijd met natte sokken rondlopen, want mosterd vind ik zo, zo vies, maar echt vies. Dat was een leuke vraag trouwens. En dan Nada. Die vraagt. Allee, is een meeting houden in Antwerpen op de mei. Zo ja, laten we zeker weten. Groetjes, je grootste van die. Oké, dus ze vroeg, ga ik ooit eens een meeting houden op de mei in Antwerpen? Dat zou ik heel graag doen, want ja, ik heb toch zo wel eens hier en daar eens een vraag gekregen van hey, ga jij eens een meeting doen? Maar ik weet niet echt dat dat ook haalbaar is, want wat moet je dan doen? Daar staan en wachten tot er mensen komen of zo. Als je het nu graag zou hebben, laat het dan eens achter in de reacties. En hoe zou jij die dag of namiddag dan laten verlopen? Dat zou ik misschien wel leuk vinden om te weten. Mijn vraag is, welke video's maak jij het liefst? Vlogs, challenges, Q&A? Welke video's maak ik het liefst? En ik maak eigenlijk gewoon het liefst video's waar je veel verschillende dingen moet doen. Dus niet alleen moet praten, maar ook dingen laten zien of maken of weet ik veel. Of bijvoorbeeld, ja, zo niet heel de tijd zoals nu. Ja, ik vind deze video ook leuk, maar als ik echt moet kiezen, niet zo heel de tijd zitten en praten, maar ook bijvoorbeeld shots van dingen laten zien, zoals van bijvoorbeeld mijn kast of zo. Of ik doe ook heel graag vlogs, maar ik laat ook graag make-up stashen en zo zien. Maar zo het liefst iets doen in je video, zo niet heel de tijd praten, snap je? Ik hoop dat je snapt wat ik bedoel. En dan komen we tot de laatste vraag en dat is van Chloetje.lijzen. Ben je ooit gepest of uitgelachen geweest doordat je een YouTube kanaal hebt? Ben ik ooit gepest of uitgelachen geweest doordat ik een YouTube kanaal heb? Ja. Ik heb het eigenlijk nooit echt in mijn klas verteld dat ik een YouTube kanaal had. Zij hebben het eigenlijk meer zelf ontdekt. En toen in het begin vroegen ze ook wel aan leerkrachten van hey, je moet eens Live Like Floor intikken op YouTube. Blah. En ik wou dat dan helemaal niet, want ik vond dat dan oh zeg, er zit een haar en iets aan mijn tand. Sorry, even. Ja, oké, beter. Maar dus dat vond ik wel een beetje ja, aan mijn tand. En ik schaamde me dan ook wel een klein beetje. Maar ja, ik kreeg ook wel eens ooit een filmpje op Snapchat. Dat ze zo mijn video aan het namaken, aan het nadoen waren. En dat was dan in, ja, op een slechte manier ook. Maar ik trek me daar nog niet zoveel aan, want ik doe wat ik wil. En allee, op dat gebied kies ik wat ik wil als ik daarmee doorga of niet. En er zijn heel veel mensen die het wel leuk vinden. Dus ja. En dan was dit mijn video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Vergeet zeker geen duimpje omhoog te doen. Te abonneren hier beneden en te reageren. En dan zie ik jullie hopelijk snel weer. Dag!